3 meter lang. Dit is de makelaar, jongens. Nou, net hier rondgelopen, echt geweldig. Barkrukken, daar komen lage zitjes, daar komt dit. Onze deur en onze schuifpijn. Eindelijk de aanvraag voor vergunning eruit gestuurd. En vanaf nu kan het dus 8 weken gaan duren. Hallo, wij zijn weer op stap en maandag is een beetje 35 dag, net als donderdag. Dat gaan we proberen erin te houden. We hebben net wat leuks gedaan, dat zal ik straks even vertellen. En nu gaan we onverwachts even naar ons pand. Want de sucador en de elektricien die Mel kent, Hoi! Die konden ineens allebei nu komen kijken. En het voelt alsof alles nog heel lang gaat duren, maar in feite is dat al bijna aan de beurt. Dus waar zijn ze er nu? We gaan het zien. Hey, 2-1. Sucador, elektricien. Passchal. Dus ze hebben het een beetje leeggehaald. Want we weten nu hoeveel inductie gaan doen. Kijk, ja. Het is wel veel leger. Toch niet in? Om vloerverwarming erin te doen? Nee, vloerverwarming is meestal. Jongens, we hebben een extra opslag gevonden voor de drank. Yay! Elke ruimte is mooi meegenomen. Maar wat is het dan? Hier kunnen de wc rollen. Ja. Oh. Ik zeg het, wat zit hier zo? Ja. Dan kan je hem naar beneden boren, kabel opvissen, daar omhoog vissen. Heb je geen vreedwerk. Oh. Ja, die kant op met je bar, zeg maar. Ja. Dan zit je een probleem als je hier een fundering zit. Okay. Maar dat is dat, eigenlijk die omhoog aansluiten. Hier dat ding gat boren. Je bent nog in 2 uur klaar. Wat? En dan heb je een stopcontact voor ieder geval je koffieautomaat. Nou, Mel is inmiddels weg, die is vandaag jarig trouwens. We hebben echt een hele goede dag gehad. Vandaag stond op de planning. Eigenlijk dat ik naar de Sligo zou gaan om een beetje te kijken wat er allemaal is. En ook de prijzen te bekijken, maar het is een beetje veranderd. We hebben een koffieapparaat opgehaald van Giuliani's, de ijssalon. Dat is onze buurman eigenlijk, met 1 tentje ertussen. Hij gaat over naar een nieuw koffieapparaat. Hij vroeg of wij zijn koffieapparaat wilden overkopen. Met bonenmalen erbij, een 2-groeps. Echt een kostenwinnaar. En we twijfelden wel, want ja, het is een 7 jaar oud apparaat. Dus onderhoud kan ook duurzaam. Je hebt dan zeg maar geen contract met degene van wie je het hebt afgesloten. Dus het onderhoud moet je dan wel zelf regelen. En een grotere kans dat hij eerder kapot gaat. Maar aan de andere kant, zulke apparaten gaan soms wel 30 jaar mee. Dus we hebben een koffieapparaat gekocht. Toen zijn we dus naar het pand gegaan. Met sucador, elektricien gekeken. Het zijn beide vrienden van Mel. Dus hen moeten we nog een beetje precies laten weten hoe en wat. En zij gaan ons laten weten wat het dan zou gaan kosten. Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar natuurlijk. Dat is gewoon allemaal super spannend, die kosten. En in feite kunnen ze eigenlijk ook al bijna aan de slag. We wachten nu op de plattegronden van satelliet. Dan kunnen we een keuze gaan maken hoe we alles willen gaan indelen. Dan weten we namelijk ook waar de waterleidingen en zo moeten komen. De aansluitingen en de stroom. En dan kunnen we dat aan de elektricien vertellen. Dan kan hij aan de slag en dan kan de sucador aan de slag. En dan kan de vloer erin en dan kunnen we echt gaan beginnen met het inrichten. De bar moet nog gebouwd worden. Het is heel veel door elkaar, daarom vlog ik nu ook niet meer elke dag dingetjes. Want er zijn gewoon super veel dingen die door elkaar lopen. Lekker chaotisch. We hebben nu de maandag en de donderdag afgesproken als dag om in ieder geval met elkaar fysiek af te spreken. Want we appen de hele week door eigenlijk, maar echt als afspreekmomenten. Het lastige is ook dat de vergunningen nog niet rond zijn. Dus we kunnen nu best wel veel geld gaan investeren in elektriciteit en stukken en alles. Maar we weten niet of de vergunning, of we die krijgen. Dus dat is ook nog een dingetje. En we zouden officieel vandaag de sleutel krijgen, maar dat is een maand later. We kunnen wel het pand al in, maar we hebben nog geen officiële sleutel. Dus we waren net bij de makelaar. Dat had ik op Instagram geplaatst trouwens, niet hier in de vlog. En we hebben hem gevraagd of hij de verhuurder wil vragen. Of we dan ook een maand later de huur mogen gaan betalen, omdat we eigenlijk officieel de sleutel een maand later krijgen. Dat scheelt ons natuurlijk ook weer geld. En we hebben aanstaande woensdag een afspraak met iemand in de Dorpsstraat die eventueel voor ons een opslagplek heeft. Dus heel veel dingen die nu door elkaar lopen. Dat is eventjes, ik dacht ik update jullie gewoon even in 1 dag in plaats van dat ik steeds allemaal losse dingetjes vertel. En nu ga ik jullie even het koffieapparaat laten zien. Dit is het koffieapparaat, dus het is een 2 groups. 2 kanten opschuimen. Hij weegt 72 kilo. Dus ik ga straks heel even vragen thuis of hij wil helpen tillen. En dan zetten we hem in mijn kantoor. En hier hebben we ook nog een bonenmaler. Nou, dat was het voor nu. Oh ja, waar we ook mee bezig waren is het vinden van een accountant. We hadden een bedrijf en die vroeg €430 per maand exclusief BTW. Dat is heel veel geld. Toen hadden we erover gedacht om misschien het mijn vriend te laten doen. Heel, want die vindt getallen super interessant en zou zich er graag in verdiepen. En toen hoorden we via Blackbird kende zij iemand en hij doet het voor €95 per maand. Dus dat staat ook nu op de to-do-list om die man even te gaan contacten. Want het is dus €95 per maand het eerste jaar. Daarna gaat hij kijken of het misschien duurder wordt, maar het wordt niet veel duurder. En daarin zit ook gewoon je belastingaangifte en alles. En dat zou wel heel fijn voor ons zijn. Het voordeel van als mijn vriend het doet is dat we heel nauw betrokken zijn en zelf meer inzicht hebben in alles. Maar €95 voor een professioneel iemand is wel echt een topdeal. En verder ben ik nu zelf bezig met het ontwerpen van de menukaart met name en de prijzen.
En dat zal ik jullie later nog eventjes allemaal laten zien hoe dat werkt. En daarvoor wilde ik nu dus naar de Sligo gaan. Maar het is een beetje laat inmiddels, dus ik ga nu naar huis. En het was wel weer een heel productief dagje, maar het gaat weer zo snel. De dag is gewoon alweer voorbij. Hallo, het is woensdag en we hebben nu een afspraak met iemand om te kijken voor ruimte achter opslag. Slijterij. Ja, opslag. In ruil voor afname waarschijnlijk. En hopelijk niet afname van producten afname, en hopelijk niet ook nog huur. Hé, hey, wat een leuk pand. Oh, het staat weer vol. Oh, jezus. Oh. Jongens, Mel is inmiddels weer weg. Maar dit was niet normaal. Deze kant is echt bizar. Via Erik weer, de makelaar. Ik mag zijn naam zeggen trouwens. Hij is fantastisch. We zijn in contact gekomen met deze man. En hij heeft gewoon dicht bij onze band heel veel ruimte. En daarvan is een deel niet in gebruik. En hij wil, het is gewoon een, eigenlijk bijna een soort garage noem je het, overdekt. Gewoon, het is eigenlijk gewoon buiten met een overkapping. Hij wil dat dicht gaan maken, daarin investeren. Voor ons. Zodat wij het van hem kunnen huren voor 150 euro per maand. Best wel groot. De ruimte die hij liet zien is denk ik 20 vierkante meter. En we hebben aan de helft genoeg. Hoog. Stroom. En hij is zeg maar een drankenleverancier. Dat hoeft niet. Maar hij zou het leuk vinden als we ook bij hem zijn drank afnemen. En we zeiden al, ja, we hebben wel een aantal dingen waarvan we al weten wat we ongeveer willen. Maar de standaard frisdranken. Waarom zouden we naar Sligo gaan als we het ook bij hem kunnen doen? Hem daar blij mee maken, want hij helpt ons ook. Ja, waarom zouden we de cola bij de Sligo bestellen en in zijn ruimte zetten in van hem huren? Als hij het daar ook voor ons kan neerzetten. Dus ruimte top, bedrag wat hij vraagt, zeker goed te overzien, echt niet duur. Voor wat we ervoor krijgen. Kijk, voor ons is alles duur. Maar wat je, het is natuurlijk een idioot lage prijs voor wat je ervoor krijgt in feite. Het bespaart ons super veel omdat we meer ruimte overhouden voor tafeltjes en stoeltjes. Het is groter dan we hadden verwacht dat we zouden kunnen vinden. Dus daardoor kunnen we ook groter inkopen. Dan hoef je dus niet 12 pakken melk te kopen, maar kun je misschien wel 30 pakken melk kopen. Waardoor de melk weer goedkoper is. Even een voorbeeldje. Omdat we de plek hebben om het op te slaan. In feite had ik ook al het idee om dingen in mijn kantoor te zetten. Want daar is ook ruimte, maar het is niet ideaal. Het is verder weg, dus je gaat niet gedurende de dag daar eventjes naartoe lopen. En mijn kantoor is natuurlijk in principe geen opslagplaats. Dus nou ja, heel positief. We moeten er allemaal nog even over nadenken, sowieso natuurlijk. Hij ook. Ik hoop niet dat hij zich bedenkt. En dan gaan we nog even om de tafel met iemand die dan over die dranken gaat. Nou, dat loopt ook allemaal weer. En als het goed is, krijgen we vandaag de 3D-plattegrond in de mail. Het zou eigenlijk afgelopen vrijdag zijn, het zou het gisteren zijn. En ik kreeg net een berichtje dat het vandaag is. Ik hoop het echt. Dan kunnen we een keuze gaan maken. Ja, wellicht kan de bar dan toch nog een klein stukje naar achter. Omdat er minder opslagruimte achter nodig is. En is er weer een plek voor zitjes. Spannend! Heel leuk, heel positief. En hoe gaat het door? Ik ga nu naar huis om aflevering 5 te bewerken. Doei! Ja, nu hoor ik wat. Ja, dat ligt aan mijn telefoon, ik niet in jouw telefoon. Oh, oké. Ik bleef je berichtje sturen, heel irritant, maar wat ik zei, we krijgen gewoon bijna een beetje stress van oké, we moeten echt een keuze gaan maken nu. Dus... Ja, okay. Ja. Er staan 5 voorstelletjes in die we samen hebben gemaakt. Ja? Dus, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Een WeTransfer zie ik. Ik ga kijken. Ik hoor het wel. Spannend, dankjewel. Oké, jij ook. Dankjewel. Doei. Nou jongens, waar ik het dus net over had. Ik vind het super spannend. Ik verheug me hier al heel lang op. En Mel ook. WeTransfer. 5 opties. Nou, we weten nu dus vrijwel zeker dat we dus ruimte kunnen huren. Dus dat is natuurlijk ook goed om te weten. Tenminste, ik neem aan dat hij geen nee meer gaat zeggen. De download is begonnen. Tam 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 tam. Spannend. Oké, het is er. Wow, super professioneel. Alle meubels staan er zelfs al bij, joh. Zo, wow. Oké, wow. Ik ga het meteen even naar mail sturen in de app. Oké, je moet het in, info. WeTransfer downloaden. Ik stuur het wel even in de app. Zullen we afspreken dat we er morgen op reageren? Dat we gewoon nu zelf gaan kijken en niet in de app gaan reageren. Zullen we dat doen? Mel en ik hebben afgesproken dat we niet meer alles in de app moeten doen. Super grappig, maar dat vind ik in ieder geval moeilijk. Zij eigenlijk ook. Ik ga er naar kijken. En, spannend. Ik ga niet alles natuurlijk nu al met jullie delen, want dan weten jullie meteen alles al. Ik laat jullie even zien wat ik zie. Ik zal het trouwens wel gewoon even laten zien. Misschien eigenlijk wel super leuk om jullie hierbij te betrekken. Het is zeker hetzelfde document trouwens. Plattegrond 1.
2. Je zegt de 22 plaatsen, maar ervan uitgaan dat er dus heel veel op zo'n ronde bank zit. Terwijl als er maar mensen met z'n tweeën komen, dan zijn ze weer verloren plekken, vind ik. En dan hebben we platte grond. 4. 4. En 5. Roze mayo in de making. Oh jongens, het is zo leuk. Roze melk. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Het is donderdag. En Mel en ik hebben afgesproken dat we vanaf nu 2 keer per week elkaar sowieso fysiek zien. En dat was tot nu toe steeds ook wel zo. Maar eigenlijk vooral fysiek als in bij elkaar gaan zitten. En punten bespreken. Dus we doen nu heel veel via de app. We zijn allebei echt razendsnel met appen. Maar dat is niet altijd goed. Want je moet af en toe gewoon echt zitten, elkaar zien. Dingen die je gewoon face-to-face moet bespreken. Dus we hebben eigenlijk 2 dagen gezegd. Maar ik denk dat het een beetje erop neerkomt dat we iedere donderdag afspreken. Dan ben ik ook alleen thuis. Kom Mel lekker naar mij toe. En dan gaan we gewoon van 11 tot 2:30 punten bespreken. Belangrijke dingen waar we beslissingen over moeten nemen. Die gewoon face-to-face veel chiller zijn. Dus daar heb ik ook echt wel zin in. Dus komt er nu aan. We hebben om 12 uur sowieso even een belletje met iemand van de Sligo. En daarna gaan we gewoon een hele to-do-list. Nou, niet de to-do-list, dus een puntenlijst afwerken met punten die we gaan bespreken. Supergoed dat we dat gaan doen. En dat het ook heel belangrijk is, want je hoort zoveel verhalen gisteren weer van mensen die samenwerken en dat niet lekker loopt. En wij zijn allebei direct en eerlijk, kunnen ook gewoon tegen feedback. En we leren elkaar eigenlijk steeds beter kennen, dus het is gewoon zo belangrijk dat je face-to-face met elkaar blijft zitten. Dus dat is vandaag en daar heb ik wel een heel erg goed gevoel bij. Dus die moeten we er echt in houden. De kleinste keuken is eigenlijk een soort speed oven, even heel kort door de bocht. Heb je volgens mij, als ik me niet vergis, 50 verschillende recepten nu die je er allemaal in kan zetten. Die wij hebben voorgeprogrammeerd, dus het lijst is super nauw. Je kan niet zomaar zelf zeggen, ik doe er een zelf geprepareerde tosti in, want daar is je niet op afgestemd. Kan wel, maar dan moet je wel echt flink oefenen. Dus dan zou ik zeggen, bestel een hele doos van iets en ga lekker stoeien met zo'n apparaat en programmeer dat. Maar heeft ermee te maken dat het eigenlijk is de magnetron, oven en airfryer in één. Ja. Oh, oké. En die geven dan alle drie zeg maar een waarde. Dus je hebt bijvoorbeeld de 30% oven, 40% airfryer en 10% magnetron. En is het dan ook echt lekker, zeg maar? Want ik weet, als ik hier in de oven bitterballen doe, dan denk ik, kan ik niet in een horecazaak gaan serveren. Dat is gewoon net niet. Nee. We kunnen sowieso een keer een proeverij plannen. Dat is sowieso leuk om te doen. Even los van hoezeer je geïnteresseerd bent. Mm-hmm. Maar dan heb je wel een beeld van wat komt er nou uit. Ja. En vind ik dat geschikt genoeg om dat te verkopen. Ja, want wij willen ook, omdat het pand heel klein is, gewoon eigenlijk geen frituur. Want dat vinden we niet haalbaar qua geur en dat soort dingen. Maar bij een borrelconcept wordt wel gewoon een gefrituurde snack. Ja. Ja. Een bitterbal sowieso. En ik zag allemaal frituurdingen die je erin kan gooien. Dus als dat lekker smaakt, is dat natuurlijk heel leuk. Hele mooie recepten maken, dus dan kan je salmeren maken. Oh, oké. Okay. Carpaccio, rendang als hoofdgerecht bijvoorbeeld, een mooi dessert. Ja, dat klinkt minder als. Dat klinkt niet echt als wat bij ons past ook. Het is meer een soort diner. Nee, als ik je hoorde zeggen, voor mijn beeld dat voor locatie en die. Hallo jongens, ik heb echt heel erg lang niks gefilmd, want er was niks belangrijks. Maar nu is er wel even iets belangrijks om te delen. We hebben namelijk, ik had het echt niet verwacht, mail gekregen van de vrouw die onze vergunningaanvraag in behandeling neemt. En ik zal dat even met jullie delen. In de bijlage staat een verzoek aanvullende informatie. Mochten jullie hier nog vragen over hebben, dan hoor ik het graag. En dan hebben we dus een PDF gekregen en daarin staat: in deze brief vertel ik u welke aanvullende documenten nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Dus het is niet eens van, het is goedgekeurd, behalve als je moet alleen dit aanleveren. Het is gewoon überhaupt, wordt het pas in behandeling genomen. Als we dit aanleveren. Wel balen, want we hebben echt zo erg ons best gedaan om dit te voorkomen. Er staat dat Mel heeft zeg maar al haar sociale hygiëne diploma gehaald en ik nog niet. En als je alcohol wil schenken, moet je dat diploma hebben. Dus nou ja, het doel is gewoon dat ik dat diploma haal voor we open gaan. Maar nu staat er dus daar een vraag over van, gaat alleen zij de alcohol schenken of hoe en wat? Dus moet Mel en ik even overleggen of we dan tegen die vrouw zeggen dat we Mel alleen de alcohol laten schenken tot ik mijn vergunning heb.
Dat is denk ik beter dan dat we zeggen van ja, Charlotte die krijgt het, die gaat het gewoon halen voor we open gaan. Want dat is geen garantie. Dus hopelijk is dat dus oké. Van Mel doet het alleen en Charlotte haalt later haar diploma. Zoiets. Moeten Mel en ik even bespreken. En dan moeten die diploma's dus worden bijgevoegd. Dus ik hoop dat het oké is dat ik er dan geen heb. Dan nog iets rondom de herkomstbewijzen van het geld dat we hebben ingebracht. En dan een verklaring betalingsgedrag Belastingdienst. Dat wisten we niet, dat hebben we nergens gelezen, maar dat is heel simpel. Moet je dan op de post toesturen. En dan krijg je een soort van bewijs dat je bedrijf en jijzelf geen rare dingen hebben gedaan, zoiets. En dan staat er nog iets dat we hebben aangegeven dat we voor een bepaald bedrag aan meubels hebben gekocht. Maar wij dachten dat we daarmee, dat daarmee bedoeld was dat we voor een bepaald bedrag meubels gaan kopen. En niet dat het al gekocht is, dus dat moeten we ook nog verduidelijken, want we hebben dat dus nog niet gekocht. En het bedrag is ook nog eens anders dan het bedrag dat in de begroting staat, blijkbaar. Want dat hadden we last minute aangepast. Dus dat is zeg maar het lijstje en dat moeten we dan voor 11 februari aanleveren. Maar we willen het eigenlijk voor vrijdag doen. Dus dat is de vergunning update. Tot zover. Spannend. Oh ja, en we hebben vandaag eindelijk een keuze gemaakt wat betreft het logo, de huisstijl. We hadden een logo die we heel erg leuk vonden allebei. En dan hadden we ook de naam 35. En die vond ik wel leuk, maar Mel nog niet. Maar als we die naam af zouden keuren, zou het logo ook helemaal veranderd moeten worden. Dus na heel lang nadenken heeft Mel gezegd van oké, ik vind de naam ook goed. Dus we hebben nu eindelijk de vormgeving van de naam en het logo. Dus nu kunnen we door met kleuren en stickers en dat soort dingen. Dus dat is ook heel erg fijn. En dat doen we dus met Elise, Elise Laan. En ze helpt ons nog steeds en dat is echt super chill. We willen ons dus heel erg focussen op vegan producten. Echt als een kaaskorst. Ja. We gaan het proeven. Deze structuur zalven. Dit wordt dan de bar. Ik weet dat ik nu hem al aan het maken ben. Deze. Limoncello. Best wel veel. Ja.